Nou, het dak is er eigenlijk al af met die leerlingen, dus beter kan je zo'n dag niet beginnen. Aldi, dank je wel. Dames en heren, hartelijk welkom. Het is inmiddels de vijfde keer dat ik hier sta, maar als ik nu weer zo naar die zaal kijk, wennen doet het nooit om het woord te voeren tot zo ongelooflijk veel congresgangers. Het is fantastisch dat u er weer bent. Ik hoop wel gemeend dat u een leerzame dag heeft die ook nog een beetje leuk is. En een dag die begint met bonden die de afslag naar Den Haag gemist hebben en die eindigt met Freek de Jonge, kan eigenlijk al niet meer kapot. Maar goed, 2018, want dat is het jaar waarin wij leven. 2018 is voor het voortgezet onderwijs een bijzonder jaar. Wij bieden onderwijs aan een miljoen leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Wij kunnen praten wat we willen over de wellicht wat discutabele begrippen als 21ste eeuwse vaardigheden, maar vanaf volgend jaar zijn al onze leerlingen in de 21ste eeuw geboren. Die nieuwe eeuw stelt nieuwe eisen aan ons onderwijs. En het bijzondere is dat al de professionals op de scholen ouder dan 18 zijn en dus van de vorige eeuw zijn. Nou zie ik al een aantal mensen ongemakkelijk schuiven op de stoel. Dat zegt overuit iets over uw leeftijd. Het zegt gelukkig niks over uw geestesgesteldheid. Gelukkig maar, want we hebben ongeacht de leeftijd mensen die jong van geest zijn hard nodig. En die zien we gelukkig heel veel op de scholen. U bent de komende maanden ongetwijfeld druk bezig met de voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Een kans een volgende stap te zetten om eigentijdse ambities te realiseren die passen bij de visie van uw school. En daar wil ik het vandaag graag met u over hebben. We hebben de afgelopen maanden tijdens de vijfde VO-tour met honderden mensen gesproken over de vraag hoe we onze leerlingen kunnen laten zien dat het echt om hen draait. Hoe we dat eigentijdse onderwijs zo kunnen vormgeven, zoals een van u zei, dat het inspirerend, uitnodigend en bemoedigend is. Of, in de woorden van een andere collega, dat de school een aantrekkelijke hangplek is voor leerlingen. Een broeinest van kennis en ontwikkeling dat op een verrijkende manier aansluit bij de leefwereld van jongeren en dat de verwachtingen waarmaakt die het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving ervan heeft. Scholen kunnen daar ongelooflijk veel zelf. Maar op diverse terreinen zijn we afhankelijk van partners, zoals de medezeggenschap, vakorganisaties of landelijke dan wel lokale politiek. Waarbij het voor mij niet de vraag is of, maar hoe en in welk tempo we samenwerken aan onze publieke opdracht. We spraken tijdens de tour over de vraag, hoe ziet het voortgezet onderwijs er over 5 jaar uit en wat is daarvoor nodig? De oogst van die gesprekken laat zich langs 4 lijnen samenvatten. Allereerst de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling. Vervolgens vraagt dat eigentijdse onderwijs ook eigentijdse afsluiting middels toetsing en examinering. Het vraagt om eigentijdse organisatie en eigentijdse arbeidsvoorwaarden. Eerst even dat eigentijdse onderwijs. Het is van grote waarde dat de kracht van diversiteit in ons scholenveld gecombineerd kan worden met eensgezindheid over de ambities die we voor het onderwijs hebben. Opvallend tijdens de tour was de hoeveelheid voorbeelden vanuit de scholen waaruit blijkt dat er hard gewerkt wordt om de ambities te realiseren. Met pilots en experimenten, maar ook met onomkeerbare stappen, groot en kleinschalig. Het onderstreept nog eens dat onze sector volop in beweging is. En soms is er natuurlijk wel iemand voor wie die beweging iets te snel gaat. Zo nam een directeur, een niet nader te noemen directeur, onlangs een besluit. Nee, hij nam er 2. Hij veranderde de pauze vanwege de leerlingstromen, dat kwam beter uit. En hij schafte de bel af, want ja, die was verouderd en het was toch duur om een nieuwe installatie in te kopen. Waarop een leraar verzuchtte, ja, dat zijn toch wel heel veel innovaties tegelijk. Het is winst, dames en heren, het is winst dat het nieuwe kabinet die beweging, waar ik over sprak, steunt met een pleidooi voor continuïteit. Dat deel van onze lobby is geslaagd. Ik ben blij dat de positie van het pro wordt versterkt. Het praktijkonderwijs is wat ons betreft het was, het is en het blijft een schoolsoort en kwetsbare leerlingen verdienen die duidelijkheid. Scholen krijgen meer ruimte.
Ik denk aan het VMBO, waar entreeopleiding en niveau 2 van het MBO kunnen worden aangeboden, waardoor leerlingen een startkwalificatie op hun eigen school kunnen halen. Ik denk aan ruimte voor 10-14 scholen. Ruimte die u vroeg. Die lobby is ook geslaagd. Dat wil zeggen als u de ruimte gaat gebruiken. Er komt bovendien een onderzoek naar de voor- en nadelen van de invoering van diploma's met vakken op verschillende niveaus. Ons eerder bepleitte maatwerkdiploma, waar ik 3 jaar geleden op dit congres een lans voor brak. De somberen onder ons zullen zeggen, na 3 jaar een onderzoek. Maar het staat wel in het regeerakkoord en dat schept verplichtingen. Overigens is het zo dat leerlingen die dit schooljaar vakken op een hoger niveau afronden, voor het eerst die waardering te zien krijgen op hun diploma. Neem bijvoorbeeld het VMBO-T-diploma, dat komt er. Maar komt ook een VMBO-T-diploma met vakken op een hoger niveau voor die leerlingen die dat afgerond hebben. Dat is een kleine, maar meer dan symbolische stap naar dat diploma op maat. En soms gaat het inderdaad langzaam. Maar als het zover is, dan kan de euforie ook groot zijn. Neem de rekentoets. 4 jaar sprak ik over de waarde van goed rekenonderwijs en het waardeloze van die rekentoets. 4 jaar lobby en eindelijk zijn we zover dat het diploma niet meer afhankelijk is van die rekentoets. Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Het regeerakkoord kent echter ook een aantal bedreigingen, vooral op financieel vlak. De uitzondering is die 100 miljoen voor VMBO Techniek. Op dat punt heeft onze lobby ook succes gehad. Maar dan toch die bedreigingen. We hebben een klemmend beroep gedaan op de politiek om te investeren in meer ontwikkeltijd voor leraren en teams van leraren. Helaas had het kabinet daar geen cent voor over. Erger nog, de hele onderwijssector wordt geconfronteerd met een doelmatigheidskorting die oploopt straks naar 180 miljoen structureel. Wij hebben waardering voor de investeringen die er wel zijn, zoals in het PO en het VMBO. Maar nu de economische groei fors aantrekt en de inkomsten voor de overheid snel stijgen, nu economen zowel nationaal als internationaal pleiten voor investeringen in vitale sectoren, zoals het onderwijs, doe ik een dringend beroep op het kabinet bezuinigingen achterwege te laten en te investeren in meer ontwikkeltijd voor leraren. Tijdens de ruim 20 bijeenkomsten hebben we de afgelopen maanden levendige gesprekken gevoerd. We hebben prachtige ervaringen gedeeld en prikkelende opvattingen gewisseld. Velen van u willen meer eigenaarschap voor leerlingen. Leerlingen die vaker in heterogene klassen zitten. Waarbij de beroepsoriënterende en de algemeen vormende onderwijssoorten niet gescheiden, maar veel meer met elkaar verbonden zijn. LOB zou daarin een grotere rol moeten spelen. En u wilt structureel inzicht in hoe uw leerlingen het doen in het vervolgonderwijs. Want dat is misschien wel de beste indicator voor de kwaliteit van onze scholen. En u steunt de herziening van het curriculum met doelstellingen als meer samenhang tussen vakken, minder overladenheid en naast een duidelijke kern ook meer ruimte voor keuze van de scholen om eigen accenten te leggen. Maar hoe kom je daar dan? Volgens professor Jan Rotmans is zo'n transitie nog nooit gelukt als je wacht op een breed draagvlak. Begin smal en diep, is zijn pleidooi. En dat was voor velen tijdens die tour een eye-opener. Een tweede vaak genoemde strategie is dat we nog veel meer van elkaar kunnen leren en dat ook moeten organiseren. Uiteindelijk is lef en ondernemerschap nodig om meer onderwijs op maat te leveren. In onze wat egalitaire samenleving denken we dat door een identiek aanbod gelijke kansen worden bevorderd. Maar niets is minder waar. Juist omdat zowel de talenten van de leerlingen als de context waarin zij opgroeien verschillen, zal gelijkheid aan de voorkant onbedoeld tot ongelijkheid aan de achterkant leiden. En het klinkt hard en misschien wat onwennig. Maar willen we meer gelijke kansen voor leerlingen met dezelfde mogelijkheden, dan zullen we dus juist ongelijk moeten behandelen. Het meer vraaggestuurde onderwijs op maat zal daarnaast bijdragen
aan een antwoord op een van de hardnekkigste uitdagingen. En dat is de te grote groep leerlingen die structureel ongemotiveerd naar school gaat. Ons goed presterende onderwijs scoort hier helaas onvoldoende. Tot slot op dit punt nog twee plaatjes. Een beeld kan immers krachtiger zijn dan 1000 woorden. En dat merkte ik het afgelopen jaar toen regelmatig werd gerefereerd aan de sheet die ik hier vorig jaar liet zien. Deze. Dit is een eerste klas VMBO kader TL klas. Geanonimiseerd. De groene leerlingen zijn de kaderleerlingen, de rode zijn de TL leerlingen. En zij zijn volgens het CITO-VAS systeem gewaardeerd op 4 niveaus. Taalverzorging, Nederlands, Engels en rekenen wiskunde. Blauw is hun niveau VWO. Paars is hun niveau HAVO. Rood is GT en zo gaat het verder. En je zou dus verwachten dat achter de groene leerlingen een lange balk met groen staat, kaderberoeps, en bij de rode leerlingen GT. Maar niets is minder waar. Kijkt u naar de leerlingen onder het tweede rode streepje, groene leerling, ergens de zesde, die zie je daar dus met blauw, dus Nederlands en Engels op VWO-niveau. Je ziet het ook bij de groene leerling daar boven boven het tweede rode streepje. Hartstikke goed in taalverzorging en Nederlands en wat minder op de andere niveaus. En de conclusie is eigenlijk, zo zei ik vorig jaar, de VMBO-kaderleerling bestaat niet. En het levende bewijs van dit plaatje werd ons tijdens de tour in Goes verteld door Robert-Jan Poortvliet, docent van het Calvijn College in Middelburg. Hij hield daar samen met Frederik, een VMBO-leerling, een TED-talk over gepersonaliseerd leren. En die TED-talk leidde tot het kippenvelmoment van die middag. En daarom hebben we hen gevraagd hun verhaal straks ook voor u te houden. Het tweede plaatje wat ik u wil laten zien komt uit de evaluatie van de leerlabs door Schoolinfo. Hier ziet u aan de linkerkant de ambitie en rechts de uitvoering. U ziet dat 80% van de scholen positief staat tegenover gepersonaliseerd leren en de ambitie heeft er wat van te maken. Bij 13% is dat neutraal en 6% vindt het onbelangrijk. De volgende vraag is dan aan de rechterkant, en hoe zit het dan met de realisatie? En dan zien we dat 30% al vrij ver is, 54% nog niet zo ver is en 16% nog niet is begonnen. En we kunnen dus spreken van een beweging die groeiende is, maar het point of no return nog niet bereikt heeft. En daarom sluit ik me graag aan bij allen die tijdens die tour zeiden, we moeten gewoon aan de slag. De handen uit de mouwen. We moeten met steun van elkaar in de versnelling om onze ambities te realiseren. Eigentijds onderwijs vraagt om eigentijdse vormen van toetsing en examinering. De curriculumherziening buigt zich hier gelukkig ook over. Tijdens de tour hadden velen van u hier stellige opvattingen over. Het pleidooi voor formatief toetsen, toetsen om ervan te leren en minder af te rekenen, klonk veelvuldig. Waar school en leraar gaan over de toetsen, gaat de wetgever over de examens. Het debat over examens moet gevoerd worden. Bij sommigen van u is de onvrede zo groot dat het hele centrale examen het liefst zou willen schrappen. Dat is zelfs voor mij wat aan de radicale kant. Maar in de vereniging is er wel eensgezindheid over de analyse dat examinering het onderwijs zou moeten volgen, maar dat de praktijk is dat het nu het onderwijs stuurt. Daarnaast examineren we centraal nagenoeg alle vakken op kennis en is er behoefte aan een betere balans tussen cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling en persoonsvorming. En zou deze nieuwe balans ook in de afsluiting terug te vinden moeten zijn. In de bovenbouw van de TL, HAVO en VWO is sprake van een sterke focus op dat centrale examen, waarbij het schoolexamen steeds meer een proefversie van dat centrale examen is geworden. Velen van u noemden dat een kunstje om met veel gebruik van examentrainingen door de hoepel te springen. Alles is gericht op het behalen van een diploma, waardoor er veel minder aandacht is voor de overstap naar het vervolgonderwijs. Zeker in het HBO, maar ook op de universiteiten, zijn de uitvalpercentages nog steeds veel te hoog. We denken dus te weinig vanuit de keten die de leerling doorloopt, waardoor het civiel effect van het diploma erodeert. Bovendien gaat op deze manier kostbare tijd verloren.
Een andere reden om ons te bezinnen op de rol en betekenis van het centraal examen is dat het uitgaat van separate vakken en het jaarklassensysteem. Terwijl de beweging gaat in de richting van meer samenhang en andere organisatievormen. Al met al is het centraal examen meer een doel geworden om de middelbare school af te sluiten dan een middel op weg naar de vervolgstap van de leerling. En dat kan en moet beter. In een schoolorganisatie waar meer flexibele leerroutes voor leerlingen ontstaan, past het tot meer flexibiliteit in die examinering te komen. Waarom moet een leerling die zakt het jaar daarna alle vakken overdoen? En als hij dat niet wil, waarom dan zijn heil zoeken in het FAVO? Wij willen dat ook in onze scholen mogelijk wordt vakken modulair af te sluiten. Zeg maar de FAVO-systematiek in het VO. Bovendien willen we dat eenmaal door de leerling behaalde vakken geldig blijven. In het beroepsgerichte VMBO is inmiddels meer flexibiliteit in de examensystematiek ontstaan. En wij willen die flexibiliteit eigenlijk verbreden naar de andere onderwijssoorten. We willen dat er meerdere afnamemomenten komen voor het examen. Opdat die enorme druk op de uitpuilende gymzalen in mei wat verlicht wordt. Dat zou je het onomstreden laaghangende fruit kunnen noemen. Maar daar kan het wat ons betreft niet bij blijven. De examens richten zich vooral op cognitie. Hoe belangrijk ook. Terwijl vanuit allerlei hoeken, waaronder de OECD, wordt onderstreept dat jongeren vaardigheden als probleemoplossend vermogen, creativiteit, samenwerken, analytisch denken steeds harder nodig hebben. Ook heeft onderzoek laten zien dat empathie en doorzettingsvermogen de kans op een succesvolle loopbaan vergroot. Deze vaardigheden worden in toenemende mate door het vervolgonderwijs verlangd. In het HBO komt zo'n 20% van de studenten alleen binnen via de numerus fixus. Op de universiteiten zo'n 25%. En dat betekent dus dat het civiel effect van het diploma afneemt. Dat de cognitieve ontwikkeling makkelijker meetbaar is, mag niet betekenen dat brede vorming achterwege blijft. Omdat ons onderwijs geen eindonderwijs is, is de examensystematiek ook een vraagstuk voor dat vervolgonderwijs. Bij de vraag wat er moet worden geleerd en getoetst, is het in het belang van leerlingen en een doorlopende leerlijn als we meer rekening houden met het programma in dat vervolgonderwijs. En velen van u pleiten voor het beperken van het centraal examen tot kernvakken. Dat kan een oplossing zijn om meer balans te krijgen in de drievoudige opdracht van het onderwijs. Je zou ook kunnen denken aan het omkeren van het centraal examen en het schoolexamen, zodat de laatste, dat schoolexamen, aan waarde wint. Andere idee is de 50-50 verhouding ter discussie te stellen en het schoolexamen zwaarder te laten wegen. Te overwegen is een start te maken met het centraal examineren van een beperkte kern van de leerstof per vak, zodat er ruimte blijft voor eigen keuzes van leraren en scholen en voor bredere vorming van leerlingen. Hoe dan ook, pleiten we voor een fundamentele herijking van het centraal examen met als doel de goede balans in onze opdracht, een doorlopende leerlijn en een versterking in plaats van een verzwakking van het civiel effect van ons diploma. Dames en heren, eigentijds onderwijs vraagt ook om eigentijdse organisatie. Het inflexibele jaarklassensysteem heeft ons de vorige eeuw veel gebracht. Ik zie steeds meer scholen in transitie naar meer flexibiliteit in de organisatie. Het was mooi om tijdens de tour een van u te horen zeggen dat het kantelmoment ontstond toen een flinke groep leraren bij een school op bezoek ging om te ervaren wat dat betekent. Ervaringen delen is nuttig, maar in de praktijk zien hoe een gewenste ontwikkeling werkelijk kan, is ongelooflijk stimulerend. En de kracht van de veelzijdigheid van de scholen kunnen we echt nog beter met elkaar benutten. De organisatie van het onderwijs raakt ook de verhoudingen tussen de scholen. De krimp zal de komende 10 jaar tot 12% minder leerling en dus ook 12% minder geld leiden. Dan hebben we het bijna over een miljard euro. In de private sector zouden ze dat een enorme reorganisatie noemen. En dat is het ook. En dat betekent nu al dat de verantwoordelijkheid voor het bestuur en de raad van toezicht niet ophoudt bij het hek van de school. In de achterliggende jaren hebben we een bestel ingericht dat is gebaseerd op groei en concurrentie.
Des te meer leerlingen, des te meer geld, des te meer succes, des te meer leerlingen, et cetera. Maar op een gegeven moment zijn echt die leerlingen op. Groei maakt steeds meer plaats voor krimp. Concurrentie moet plaatsmaken voor meer samenwerking. Ik zie prachtige voorbeelden waar scholen elkaar gevonden hebben. En een dekkend aanbod met keuzemogelijkheden voor leerlingen verzorgen. Dat is fantastisch. Want in de regio moet het uiteindelijk allemaal gebeuren. Maar er zijn helaas, en het hoort erbij, er zijn helaas ook een paar andere ervaringen. We hebben hier nog een uitdaging. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik kan het ook iets pittiger zeggen. Dat er scholen zijn die met de rug naar elkaar toestaan, is niet langer aanvaardbaar. En in strijd met de publieke opdracht die we samen hebben. Waarbij je maatschappelijk krediet moet verdienen en niet moet verliezen. Nou, daar zit een opdracht in, hè? Anders organiseren raakt ook de verhoudingen tussen de sectoren in de keten, die gelukkig steeds beter worden. Onze steun voor de PO-acties is uiteindelijk ook in ons voordeel, omdat het de bedoeling is leerlingen op de basisschool beter toe te rusten. We werken steeds beter samen met het MBO. En dat is belangrijk voor onze VMBO-leerlingen. Dat geldt ook voor het HBO en de universiteiten, bijvoorbeeld, maar niet alleen, bijvoorbeeld op het terrein van de lerarenopleidingen. Het is bij uitstek de taak van leidinggevenden om vooruit te kijken. Te anticiperen op ontwikkelingen en tijdig een visie en strategie te ontwikkelen en uit te voeren. Soms moet je daar inderdaad voor over je eigen schaduw heen stappen. Ook dat is leiderschap. En het past naadloos bij het stelsel dat scholen zelf een grote mate van autonomie geeft, maar scholen ook trots kunnen zijn op datgene wat ze presteren. Autonomie in de maatschappelijke context is naast het nemen van verantwoordelijkheid voor de ontwikkelingen in de school ook medeverantwoordelijkheid nemen voor de samenwerking tussen de scholen in de sector en daarbuiten. En ik verwacht dus, gezien uw applaus, het komend jaar versterking van die onderlinge samenwerking. En waar wij u kunnen faciliteren, zullen we dat zeker doen. Mijn vierde en laatste onderwerp betreft eigentijdse arbeidsvoorwaarden. Met flexibiliteit in ons onderwijs, de examinering en de organisatie, kan niet zonder flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden. Maatwerk voor leraren maakt het werk aantrekkelijker, zonder dat de zekerheden op de tocht hoeven staan. Zij, de leraren, zijn samen met het onderwijsondersteunend personeel ons belangrijkste kapitaal. Daar moet je altijd zuinig op zijn, maar zeker bij tekorten. Er wordt door velen hard en vol passie gewerkt. Daarom vinden we het uitblijven van een cao en een rechtvaardige loonsverhoging niet acceptabel. En zijn we bereid om onze leden te adviseren de eerder geboden 2,35% loonsverhoging vanaf 1 juni aanstaande uit te betalen als de cao er volgende maand niet zou zijn. Maar ik zeg tegen de bonden, laat het niet zo ver komen. Het heeft niet onze voorkeur, maar het is ook geen loos dreigement. Ik hoor schoolleiders af en toe zeggen, ik durf mijn leraren niets extra's meer te vragen. En hoewel de werkdruk van persoon tot persoon verschilt, erkennen wij werkdruk en willen we er ook afspraken over maken. De bonden lijken het niet te willen horen en zoeken in ons een tegenstander die er niet is. We hebben 2 jaar geleden op dit congres gepleit voor minder lestijd en meer ontwikkeltijd. En uit de toer blijkt dat daar onverminderd steun voor is. We hebben heldere uitgangspunten. Minder lestijd is niet meer vrije tijd. Dat is meer ontwikkeltijd. Voor teams van leraren en op schoolniveau wordt de besteding daarvan bepaald. In de afspraken die de bonden met de PO-raad en de minister hebben gemaakt, zie je precies dit terug. En dat geldt ook voor het cao-akkoord dat vorige week in het hoger beroepsonderwijs is gesloten. Mijn oproep aan de bonden is, wees consistent en maak met ons dezelfde soort afspraken. Dan is er de rekening. Ook hier hebben we een heldere lijn. Wat we niet doen, is de rekening betalen voor een vermindering van 25 naar 20 lesuren die de bonden vorig jaar in verkiezingstijd bij de politiek hebben neergelegd. Een rekening volgens hen zelf van 900 miljoen euro. Om een door de politiek te betalen rekening naar de scholen te schuiven, is wel een hele makkelijke manier van belangenbehartiging. Dat deden wij vroeger anders. Het kabinet
biedt ons voor 2018 2,35% ruimte om te onderhandelen. En onze lijn is helder. Er gaat niet meer uit dan er binnenkomt. Dat is een algemeen aanvaard uitgangspunt. Dat doen scholen niet, dat doen huishoudens niet, dat doen zelfs vakbonden niet. Laat ik ook duidelijk maken wat wel kan. De bonden willen 3,5% meer loon. Dat is bespreekbaar als de looptijd van de cao langer is. Als de scholen maar weten dat ze het geld krijgen. En ten aanzien van de werkdruk moeten we beginnen op de scholen zelf. Laat docenten en schoolleiding inventariseren waar de meest urgente knelpunten liggen. Dan is er de vraag, wat kan binnen de school zelf worden opgelost en waar is extra geld voor nodig? Als dat een redelijk bedrag is, willen we ons, bij voorkeur samen met de bonden, sterk blijven maken bij de minister om die extra investering te financieren. Want in alle solidariteit met het PO zeggen we tegen het kabinet, de onderwijssector is breder dan het PO en investeren in ontwikkeldheid is een rendabele investering in nog beter onderwijs en daarmee een nog betere samenleving. Ik ga afronden. Onze samenleving verandert in hoog tempo. Of we nu willen of niet, dat heeft gevolgen voor ons onderwijs. Wie alleen maar wil houden wat hij heeft, doet onze leerlingen tekort. En de zogenaamde remmers in vaste dienst doen ook zichzelf tekort. Oprukkende nieuwe technologieën en afnemende leerlingaantallen kun je zien als een bedreiging. Maar van hoogopgeleide mensen mag je toch verwachten dat ze er een kans in zien. Een kans om de inhoud van het werk meer aan te laten sluiten bij wat de samenleving vraagt. Denken vanuit kansen met een optimistische blik zal bijdragen aan een beter imago van het vak. En dat hebben we met een oplopend lerarentekort hard nodig. Ik zie veel leraren die barsten van de passie en energie. En zij verdienen onze onvoorwaardelijke steun. Leraren die zich realiseren dat het verstikkende boekwerk met regels over bevoegdheden voor 316 verschillende vakken in het voortgezet onderwijs aan vernieuwing toe is, zonder dat te zien als het begin van de nieuwe uitbuiting. Ons onderwijs is volop in beweging. Het is een combinatie van reorganiseren en innoveren. Om die uitdagende klus te klaren, hebben we verschillende mensen en talenten nodig. Maar wat hen moet binden, is de rol die ze opeisen om die beweging verder te helpen. Voor wie dat niet wil, is er de vraag of die in het onderwijs van vandaag nog wel op zijn plek is. Voor velen van u is het de uitdaging die beweging aan te voeren en uw ambities en plannen om te zetten in voor leerlingen en ouders zichtbare resultaten. En ik hoop dat deze dag u daartoe verder inspireert. Dank u wel.